Ben jij ook onzeker gemaakt door social media en tv-programma's? Vandaag gaan we het hebben over wat we allemaal aan onszelf hebben laten doen. Uh, hoe gaat het met jou? Uh, ja, ja wel, hoe, hoe met jou? Nee, iets meer. Ik ga niet doorvragen. Je moet gewoon even. Waarom zeggen moet wat ik, er aan ik de hand alles allemaal aan mezelf praten? Ik wil gewoon weten hoe het met jou gaat. Hoezo met mij? Nee, jij bent een de ster van de show. Nee, jij bent nu een keer de ster van de show. Echt, de, de afgelopen vijf thumbnails ben ik geweest. Nu moet jij gewoon een grote thumbnail nou, krijgen. Moet ik ben weer in de thumbnail. Ja. Ja, is het dus, de deur uh, trouwens op slot? Ja, dat denk ik, ik wel. Het heb geen zin in uh, plotseling een kant wat steller vragen. Ja, dat is wel. zo'n gekwek. grote gekwek, zo. We zijn zo geïrriteerd. In onze. onze um, dus kantoor is nogal groot. Ja, precies. We hebben echt hele dunne wandjes. Dus we horen iedereen praten. En hiernaast wordt er vaak een uh, hele show opgevoerd. Teekroosje. Ja, ik weet niet wat het is, maar het is in ieder geval veel, uh, veel lawaai. Dus nee, nou, vrouwen die praten gewoon heel luid. Ja, wat is dat? En als ze dan elkaar zien, dan is het weer van. Aah, van die ja. woe girls, ja, woe girls, ja, oh, woe girls, ja, ja, ja. Maar met mij gaat het goed hoor. Ja, ja, beter dan vorige week. Hoezo mag jij wel doorvragen en ik niet naar jou? Nee, jij mag ook gewoon doorvragen. Je had er gewoon veel zin vroeg, in om wat, door te vragen. Ik iets meer. Wat, uh, wat, nee, ja, gaat... je jij iets meer. Nou, dat, ja, dat ga is wel je waar. Weer... Oké, okay, heel eerlijk. Maar ik wilde wel aan je doorvragen. Wat, wat is er aan de hand? Hoe, hoe gaat het leven? Wat staat er? Het? Wat heb je gedaan? Nou, prima. Het enige waar ik me nog uh, uh, druk om maak is die tand die eruit moet kiezen. En uh, marijlessen. dat is alles. Ja, wat nee. er nu momenteel in mijn hoofd zit. <laughs> we, we, we nemen dit uh, iets eerder op dan normaal. Omdat ik uh, de tand op het moment dat jullie dit luisteren eruit schaalt. Oh, hou op hoor. Kies. sorry. De kies, de kies is er weer uit. Ja. ja, ik ben nooit zo heel angstig geweest voor dit soort dingen. Je hebt ook best wel uh, veel dingen moeten ondergaan, toch? Ja, ja, precies. Want ik had allemaal dubbele tanden, omdat mijn, niet al mijn melktanden vielen eruit. Ja. Dus dat moest er ook allemaal uitgetrokken worden. Mm. En uh, ik heb ook een omstookstandskies uh, eruit laten trekken. Nou, dat vond ik helemaal hel. Mm. Uh, maar um, ik ben een beetje angstiger geworden, omdat ik heel lang niet gegaan ben naar de tandarts. Snap ik wel. Dat is ook vaak met angst. Angst bouwt zich op ja. in je hoofd. Ja, omdat ik ben twee jaar niet geweest. Omdat ik uh, er gewoon geen zin in had. En toen op een gegeven moment werd ik angstiger en angstiger. Mm. Uh, toen lag ik daar in die stoel met die mondhygiënisten En toen was het was echt gewoon marteling voor mijn gevoel. Ja, want wat, wat deed ze toch? Uh, ja, ik de... had heel, heel veel tandstenen en mm. tandplakken en alles. Ja, wij deden niet aan. Uh... Stoken. Stoken, dat doen we nu wel en ik moet zeggen, mijn tanden voelen veel beter. Ja, we doen het nu wel en we poetsen ook nu elektrisch uh, elke avond. Dus we zijn goed bezig en voor mijn gevoel doe ik het dan ook al gewoon voldoende aan. Uh, maar ja, je weet het als je bij de tandarts komt en dat is bij de meeste tandartsen zo, er moet altijd wat uit. Ja. Er moet altijd geld kosten. Ja, ik heb altijd het idee dat die tandartsen toch denken van aan het einde van de maand van mijn rekeningen zijn nog niet helemaal betaald. Deze heb een gaatje. <laughs> dus ik kwam daar en ik had een gaatje. Nou, ik heb nog nooit een gaatje gehad in mijn leven, maar ik geloofde het wel. Ik ben je ook dertig? Ja, na twee jaar geloofde ik het wel. En um, toen moesten twee verstandskiezen uit. En uh, ze wilden graag uh, mijn bot afslijpen aan één kant. Ja, nou, dat klinkt zo intens. Want ik kon niet goed schoonmaken omdat mijn bot heel strak op mijn tand zit, op mijn kies. Nou, nu heb ik dat even gecanceld. Daar heb je even een stokje voor gestoken? Ik vond het toch een beetje intens. Ik denk, laten we maar gewoon wachten tot het, uh, tot het nog een keer ontsteekt of zo. Want... Ja, maar er zijn, er zijn wel veel mensen... De, de een die, die gaat inderdaad in alles mee van de tandarts... en die vindt dat je daar ook naar moet luisteren. En de ander die denkt van, nou ja, ik weet het niet. Nee, je moet wel nog je eigen... Hoe noem je dat? Je verstand erbij houden, vind ik. Ja, ik vind dus altijd dat als ze die verstand kiezen... want bij mij is dat ook wel eens een keer gezegd. Ja, die verstand kiezen, ja die moeten er eigenlijk uit bij eentje volgens mij. En ik denk, ja, tot op de dag van vandaag heb ik er nog steeds geen last van. Ja, het zal misschien meer pijn doen op het moment dat het... Dat zou kunnen, maar ja, dat is allemaal zou kunnen. Ze weten het niet 100% zeker. Nee, ze zeggen dat, uh, dat het dan de rest van je gebit uh, gaat irriteren. Ja. En of het dan... Een, het gaat hoe dan ook een weg naar buiten zoeken, zeggen ze. Ja, maar niet elk mens is toch hetzelfde. Dus of het inderdaad... Het kan statistisch gezien dat het nee. vaker voorkomt. Maar je mm. weet het nooit zeker. Maar ik dan had even gegoogeld. Ja. En uh, gegoogeld. En uh, ik, ik las dus dat bij niet iedereen komt de verstandskiezen nee. door. Nee. En je kunt ook naar je dertigste of naar je veertigste, ik weet het niet zo goed, ergens daar in die uh, leeftijdscategorie kun je ook eigenlijk wel verwachten dat ze niet meer door gaan komen. Ja. Maar ja, dus ik Maar je hebt gegoogeld. Uh, ja, omdat ik dan toch... Ik zit dan met mijn... Ik heb dan helemaal geen last van eentje daaronder. Mm. En die willen ze er dan alvast uitsnijden. Mm -hmm. Nou, daar ben ik sowieso niet zo'n fan van. Dat ook niet, nee. Ik heb dat al eerder een keer moeten doen. Maar ik zit, ja, nou ja, goed, het maakt ook allemaal niet uit. De ene waar ik last van heb, gaat eruit. Ja, en uh, ik heb nog een leuk tansverhaal en daarna gaan we gewoon beginnen met het onderwerp. Uh, ik heb hier een kreun. Ja, Ik zie het ja. Dat wist je al toch. Ah. Ik heb er nooit zo heel erg uh, naar gekeken, ja. maar ik zie het aan het zwarte randje. Zwarte randje, ja. Dus ik heb een kroon, dat komt omdat ik uh, tien jaar geleden, twaalf jaar geleden op een gegeven moment op de bank zat naast een vriend van mij. En die zei van, je tand is zwart. Dus ik zat, huh? Tand is zwart? Dus ik ging kijken in de spiegel, was mijn tand helemaal zwart geworden? Kwam, oh. ik, ik deed al ma twee jaar volgens mij niet meer op die tand bij het ook, omdat ik gewoon last ervan had. Maar ik durfde niet naar het tandarts toe te gaan. Maar ja, nu moest ik wel, want hij is zwart. En hij deed sowieso al pijn. Um, dus toen moest hij eruit... Nee, hij heeft er niet uitgehaald te worden, maar hij moest dus een hele... wortelkanaalbehandeling. En nou ja, je weet het. De meeste mensen worden helemaal gek van wortelkanaalbehandeling... als ze überhaupt dat, dat woord horen. Hmm. Um, ik heb hem gehad. En ik moet zeggen, het viel me mee. Uh, het is een raar gevoel. En het is... Uh, raar, uh, Vooral ook, het, uh, je hoort rare dingen, want mm. uh, het wordt zo... Ja, ja, ja. Ja, je hoort het. Maar het deed niet echt pijn, want het was gewoon goed verdoofd. Mm -hmm. Dus toen was ik er niet meer zo angst voor. Maar ik moet wel zeggen dat naarmate de jaren voordat, dat ik toch altijd wel weer angstiger werd voor de tandarts. Ja. En met COVID had ik twee gaatjes, uh, die moesten eigenlijk gevuld, maar toen werd alles, ging alles dicht. Toen dacht ik, ah, gelukkig. Maar tot op de dag van vandaag moesten ze nog steeds gevuld worden. Maar gaatjes vullen is niet echt pijnlijk, toch? Of misschien als het... Uh... Nee, klopt hoor. Maar ik vind het gewoon niet zo... Ik hou gewoon niet zo van stil liggen in zo'n... Zo ik voel me maar... heel claustrofobisch daarbij. Dat is het misschien. Ik dacht dat het zijn maar een paar seconden van je leven Dat klopt. Ja, dat is ook zo. Ik ben het helemaal met je eens, maar ik ben nu bang als ik naar de tanders ga en het slaat nergens op, ik moet gewoon binnenkort gaan, uh, dat, dat er nog meer gevonden wordt. Maar ik wil wel zeggen, jouw tanders ga ik niet naartoe, want ik heb het idee dat die, dat is een te mooi pand, te veel mensen, ik weet zeker, die, die, daar vinden ze nog 26 gaatjes erbij. Ja, je moet eigenlijk inderdaad kijken naar het pand waar ze in zitten, ja. als ze dat moeten betalen. Vertrouw het gewoon niet helemaal, <laughs> nee Slaakie. Ik weet niet, ik, uh, ik heb wel van uh, mijn familieleden die daarheen gaan, wel goede verhalen gehoord, hoor dat ze ja, het zal vast gewoon eerlijk zijn, ook, zijn. En, en zo. weet ik wat ze allemaal wel en maar. ze doen ook heel veel dingen zelf daar, zo, dus het is ja, ja. Nou ja goed. Maar een tandfabriek, het is niet meer zoals uh, vroeger. Vroeger, Dat je gewoon naar de tandarts ging, die in het dorp zat, toch in het dorp en die dan zei: van... 'Oh nee, joh, we gaan niet nog een fotootje maken, want dat kost veel geld.' Of je hebt nog uh, ja, ik heb het, ik heb het meer op die mensen inderdaad die niet. Oh ja, nee joh, dat, dat, we hoeven dit keer geen foto te maken. Joh, dat doen we de volgende keer wel. Dat vind ik altijd fijn, als dat. Ja, nee, we moeten wel een foto maken. Want ik had, dus dat ze weer een foto moesten maken. Want er zat een deel van stond niet op de vorige foto. Maar ik denk dat ze dat dan niet mijn pakken. Ja? Ik, sowieso. Ja, dat is trouwens raar, hè? Want als ze dan een. Dat vind ik ook vreemd. Want dan maken ze zelf die fouten en dan moet jij het nog gaan bedokken. Als ik weer in dat grote ding ga staan. Ja, ze, grote ding gaan staan. Ja, dat was zo rondom je hoofd gaat zo. Holy fuck, serieus? Hebben ze dat? Ja? Maar bij mij was er gewoon zo'n ding die ze erop zetten? Ja, die dat heb ik ook een keer gehad. Ja. En dan lig je dus gewoon niet stoer stoel uh, en dan gaat hij erachter ja, staan. Ja, nee, je moet gewoon gaan staan. Net zoals bij de, de Orto die ze vroeg. Oh, jij hebt ook niet een Orto, de orto geweest. gehad. Nooit een Orto gehad. Nou ja, goed. Ik heb gewoon een scheef ondertanden. Ja, ik vind jouw gebied wel mooier. Ja, nooit een beugel gehad. En ik heb geduimd tot mijn 25. het altijd wel karakter wanneer je gewoon die je tandjes. Een al beetje zo over elkaar staan dan. Mijn ouders leerden dat ik als ik ging duimen, dat ik het. hoor oh hey, in plaats van zo. Mm. Want die dachten van, ja, uh, aan ons lijf geen Polonaise, geen uh, beugel uh, aan die gozer. Nee, maar ja, je ziet tegenwoordig ook heel veel van die hele rechte gebitten. Ik vind ik dat kans. niet zo mooi, persoonlijk. O, nou, doe maar niet. Nee, ik heb liever dat het een klein beetje scheef en schots en scheef staat. vind ik wel wat, wat meer persoonlijkheid. Ja, zeker. Ik hou sowieso niet zo heel erg van die hele perfecte uh, mensen, ook als ze allemaal rimpels en zo wegwerken. Dat is gewoon niet mijn ding. Ik denk, ja, weet je, uiteindelijk krijg je toch een oude kop. Ja, dat is, het is niet voor eeuwig tegen te houden. Denk nee, ik. en ik vind dat mensen op een gegeven moment zo gaan, gaan, glanzen, zo gaan glanzen. Als ja, ze zo dat, strak. Zo strak en glanzen. Ja. ja, tegenwoordig is het helemaal hip om te glanzen, maar te, ik, ik, ik hoef het niet. Als ja, zo zo jij ooit een, 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 een rippeltje gaat weghalen, dat hoeft voor mij niet hoor. Nou, ik zeg nooit, nooit. Word gewoon oud. Ja, ik vind wel, stel je voor dat je. Um, ik heb bijvoorbeeld gezien bij mijn voorouderen ja. <laughs> dat de oogleden gaan hangen. Ja. Ik zie bij mezelf dat ik er ook aanleg voor heb. Ja, schattig. Maar als het dan. ooit zo gaat hangen. Ja. Dat is echt. Dat is zo gedaan, je Dat we echt een stukje huid weghalen. Ik had meerdere ideeën voor uh, het onderwerp van vandaag. Ah, ja. Maar nu denk ik van. Nou, dat vind ik ook wel een leuk onderwerp om het over te hebben. Wat dan? Nou, waar we het nu over hebben. Kwasugi. Nou, gewoon over wat zou jij je aan jezelf doen en hoe we daarin staan en zo. Ja, ik had ja. ook nog het onderwerp: uh, wat doe jij qua werk? Ja, maar misschien kunnen we het wel over, uh, over botox en dat soort dingen hebben. Of ik had nog het idee, ik heb uh, laatst. Uh, maar dit zijn misschien allemaal, dan, dan weten jullie de komende weken waar we het over gaan hebben. Ik heb nou, wat wil ik echt? Wauw. Ik wilde dat met jou ook Schattig. Gaan, uh, gaan. Leuk, hè? Ja. 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 Dus, uh, maar zullen we het gewoon over botox en zo? Gaan? Ja, Want dan dat gooi het ik over dit gewoon even. We okay, nou... het over uiterlijke onzekerheden. hebben. Uiterlijke onzekerheden. Ja, heb ik het maar al te graag nou, over. Nou, dat is wel grappig dat je erover begint. Uh, wij zijn, vorige week hadden we het over sex education. Mm -hmm. En toevallig zitten we nu bij aflevering 4. Uh, waarschijnlijk hebben we dit weekend totaal uitgekeken, maar goed ja. bij aflevering vier. En Otis zegt ook letterlijk dat hij dat, dat hij moeite heeft met zijn lichaam, toch? Ja. Dus ik vond het wel grappig, grappig haakje met het vorige keer. Wat vind je van Sex education tot nu toe? Ja, vind wel leuk. Ja, toch? Kijk maar ja, weer kijk lekker wel weg. lekker makkelijk weg. Ja. Wel een beetje woke, maar ook weer niet. Ja, wel een beetje woke. Ja, maar wel op een op andere manier. Ja, het is al op een. Oh, het is, ik is allemaal vind wat minder serieus. Dan kijk ik er gewoon veel makkelijker ja, naar. Ja, dat vind ik ook. Ik vind als het woke te serieus wordt genomen, dan dan dan. Uh. Nou, ja, ik vind sowieso heel veel dingen in het leven wat minder serieus. Ja, mensen moeten ook weer de humor terug te vinden in dingen. Want ik vind ja. echt. Ah, maar goed, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over. Vind je het niet een lastig onderwerp trouwens? Nee, nee, nee. Okay. Ik ben denk, um, sinds ik in jouw video's kom, ben ik wel een stukje anders naar uiterlijk gaan kijken. En hoezo dan? Nou, ik vond het allemaal heel erg belangrijk. Um, omdat wat, ik, wat vond je belangrijk dan precies? Hoe je eruit zag. Ja, maar... Ziet. Uh, ja, ik vond het uh, altijd kleding heel... of gezicht of... Uh, alles. Oké. Okay. Ik vond het vooral... Uh, ja, ik denk nu soms niet eens meer na als ik een bepaalde video's zit. Maar toen ik voor het eerst erin kwam, dacht ik Ik moet elk uh, beeld van mezelf zien of ik niet per ongeluk naar de kant draai... waar ik niet gezien, op gezien wil worden. Want je hebt een kant waarop je niet gezien wil worden. Nou, ik heb gewoon hele verschillende profielen. Omdat ik een scheve neus heb. Oké. Okay. Daar heb ik altijd heel onzeker over geweest. Omdat uh, uh, toen was ik denk... 13 of 14. Yeah, yeah. En um, toen zei een uh, meisje waar ik mee omging, zei van uh, dat ik dat ik een uh, wipneus heb. Zei oh. Tegen me. Oh, dat had ik nog niet gezien. maar oké. Okay, ja. wipneus. Een wipneus en, en pim. Toen dacht ik, hè? Ja. Ik had nog nooit naar, in mijn leven echt naar mijn neus gekeken. Van is er iets mis mee? Mm. Maar ja, als je een bepaalde enkel draait, gaat die een beetje omhoog. zo. Oh, oh is dat een wipneus? Ja, ja, dat vinden ze een wipneus. Nou, toen was ik helemaal geobsedeerd met mijn neus. Mm. Nou ja, als je tiener ben je natuurlijk gewoon onzeker op de dingen waar je op aangewezen wordt. Dat is waar. Waarom vertelt het eigenlijk? Oh ja, daar dus, dus was ik heel erg mee bezig toen ik voor het ja. eerst in jouw video's kwam. Maar ging je dan altijd op een bepaalde manier zitten? Ja, vooral niet vanaf deze profiel, waar ik nu dus ook niet vanaf gefilmd word. Dat, dat, dat is trouwens serieus <laughs> vanaf wel... deze profiel wilde ik niet gefilmd worden. Ba dat is dus <laughs> inderdaad het profiel. Dit is ook expres. Je, je moet maar op de thumbnails en op de video's kijken. Je gaat altijd aan één kant van me zitten en dat ja. doet ze daarom. Ja, en ik heb heel vaak nagedacht, wil ik dat recht laten zetten, die neus? Ja. Uh, omdat ik ook wel veel problemen heb met überhaupt ademen doorheen. Ik heb het één keer intern laten recht zetten en toen leek het wel wat rechter. Niet de recht laten zetten, weg laten branden blijkbaar. Ja ja oké okay. uh, niet recht laten zetten inderdaad nee. uh, maar toen leek het ook wel iets minder scheef te staan mm -hmm. maar dat was waarschijnlijk gewoon ik weet dan niet of ze het weggebrand hebben of was dat daadwerkelijk dingen we lopen ook... ja met zo'n bijtje zo. want het tik, was heel dichter ah, okay. ja uh, maar um, stel je voor dat ik ooit heel veel uh, gewoon dat we gewoon lekker zouden leven en dat 6000 euro dat je denkt, nou dat kan wel, mm. dan weet ik niet of ik het wel of niet ooit zou doen. Dus dat zou wel, dat zou wel een operatie zijn dat je denkt, nou ja, dan misschien. Okay. Misschien wel, maar tegelijkertijd zit het nu. Het is wel karakter ook. Hè? Eigenlijk zit het nu. Vroeger dacht ik er echt dagelijks aan yeah. en uh, nou, dat ging een beetje naar wekelijks en ik heb nu dat ik er eigenlijk bijna niet meer aan denk. Dus alleen omdat we het nu al af en toe over dit soort onderwerpen hebben dat ik er aan denk van oh ja. Um, dat vind ik vervelend. Dat vind of... ik als ik iets zou veranderen zou ik wel gewoon een rechte neus willen. Yeah. Maar tegelijkertijd vind ik het ook als ik bijvoorbeeld video's van anderen kijk en ik zie dat ze iets aan hun neus hebben vind ik het eigenlijk ook wel weer leuk. Yeah. Het ja. Het heeft ik, wel iets. Ik, ja. ik vind karakter wel ik vind dus dat op het moment dat nou ja, sinds jaar of 15, 20 dat, dat men steeds meer is doet daarvoor mm -hmm. natuurlijk ook. Ja. Yeah. Maar dat, dat bestond al heel lang hoor. Dat mensen zoveel op elkaar willen gaan lijken op een gegeven moment. En vooral die realitysterren en zo. Die lijken, mm. Soms denk je echt van bij vooral die vrouwen, dat je het echt denkt van. Hé? Maar ik, ik zie niet eens meer het verschil tussen die twee. Nee, maar wij zijn, wij zijn ook wel opgegroeid met tv, waarin het heel normaal was om over plasurgie te hebben. Ja. Ik kreeg programma's zoals um, bruiden die aan het strijden waren voor plaschirurgie <laughs> voor hun. Um, voor hun trouwdag ja. uh, en uh, Hollandse Next Top model en al die al die programma's. Um, heb je dat programma wel eens gekeken? te Lijven? Ja, ook ja. ja, ja. En dan had je ook het lelijke eentje. Ja. Dat was ook. Dat was een lieke van Lexmond weet ik nog wel? En er waren dan ook mensen die daar bijvoorbeeld uh, onzeker waren over um, hun neus en dan dan gingen ze die hele operatie doen en er werd een proces gevolgd en dat was allemaal heel normaal. Want Dat was eigenlijk zo als jij uh, gepest werd, dan was het lijden en dan kreeg je het vaak vergoed. Oh, oké. Okay. Ik kan me nog herinneren ja, in die ja, tijd. Ja, ja, ja. En, uh, maar uh, werd er ook vaak verteld met, bijvoorbeeld celebrities zoals um, Jennifer Aniston of zo, ja. uh, dat wanneer zij een agency krijgen, dat er heel vaak aangeraden wordt laat je neus doen. Ja. ja. Dat dat eigenlijk standaard zo wat is. Ja. ja, dat klopt inderdaad, ja. ja. Ik vind dat uh, bij celebrities is het ook wat ik wel altijd zo intens vind, is dat mensen er wel heel hard op gaan als er niet iemand ineens verandert. Ik snap het wel. Ik snap dat mensen daar ook een, een mening over hebben. Maar dat mensen gelijk als, uh, helemaal afgemaakt worden, vind ik dan ook weer het andere uitstel of zo. Bijvoorbeeld zo'n McRyan, Ryan. We zitten toevallig bij zitten uh, Henry met Sally, Harry. Harry met Sally te kijken. Knappe vrouw. Hmm. Uh, die heeft zichzelf natuurlijk wel redelijk mismaakt, in mijn ogen. Uh, maar men ging daar wel echt ziek hard op dat zij dat inderdaad had laten doen. Terwijl aan mm. de andere kant, ja, waarom zou je daar eigenlijk een oordeel over hebben? Die meid die wilde dat blijkbaar. Ja. Uh, die wilde die jeugd houden. Maar ik vind het ook een beetje jammer dat men het idee heeft dat ze die jeugd willen houden. Nou, ik spreek mezelf hier heel erg tegen, maar goed. Het is uh, de tijd waarin wij uh, opgegroeid zijn, zeg ik het weer. Maar het is wel echt zo. Uh, was het natuurlijk ook gewoon zo dat mannen die uh, in de spotlight stonden oud werden. Was het allemaal van oud oh, daddies en uh, knap en hoe? Leukig, en vrouwen ja. werden gezien als van nou nu is je carrière over. Nou, ja, ja. Doe er maar een spuit, zet er maar een spuitje in. Ja. Het is een soort van. Um, maar ik vind het met acteurs wel lastig, want niet de eerlijk. expressie is weg. Volgens Nico Kipman, die hebt gewoon geen expressie meer. Nee, maar die kan wel heel goed een horror spelen nu. Ja, die speelde ook. Uh, heb je ooit wel straks die film? Uh, uh, Paddington gezien? Weet je niet. Je zou zeggen dat het echt een kinderfilm is. Echt een hele grappige film. Ja? Heel veel humor. En zij speelt daar de bad guy. Ja, dat, dat past dan ook alweer <laughs> ja. wel. Omdat ze, ja, ze ziet er wel uit als een bad guy nu. Ja. Maar ja, ik moet zeggen, ik als man heb natuurlijk ook wel eens gedacht van, nou ja, goed, als ik wat minder dit mm -hmm. of wat minder dat uh, zou lekker zijn. Ik heb het als ik eer, eerder over gehad, mijn benen. Ja. <laughs> ik heb over het algemeen voor mijn kleine postuur en uh, dikke benen heb ik van mijn moeder. Mijn moeder altijd ook als een klein wijfje ja, met hele dikke, ja, dikke benen. Ja, dikke benen ja. Ja. En mijn hmm. vader minder. Ik heb, ik heb, ook best wel dikke kuiten en dikke uh, enkels. Ja. Voor mijn postuur, hè. En uh, dat is gewoon wat ik vind. Ja, iedereen is anders verdeeld natuurlijk, hè. Ja, ik ben nogal verdeeld op mijn benen. Uh, maar als ik, wat de grap is en wat het gek ook is, als ik soms foto's zie, denk, ah, oh, ik zit wel. nou, ik zie het eigenlijk niet echt. Of als ik in de spiegel kijk, denk, nou, lekker, lekker ventje. En dan uh, soms zie ik een foto of dan zie ik uh, op een andere dag mezelf in de spiegel, denk, hè. Een, als ik het zo van bovenaf kijk, denk ik, jee, zo'n grote, dikke benen. Maar als ik soms foto's ja, van mezelf zie, altijd ik denk ik, nou, dat valt wel mee. Ja, maar het zijn, zijn ook... Uh, omdat je soms sommige dagen zit je gewoon minder goed in je vel. Dan is alles veel duidelijker, toch? En de kleding doet ook een hoop, hè? Kleding doet een hoop, ja. Ik heb van kleding... Ik dacht vroeger altijd groot, uh, dan verhult het. Maar dat maakt het juist... Uh, uh, nou, zeker een manier is losser. ook, op, vaak een ander, ook mooier, op een andere manier. vind ik bij ja, veel maar, mensen. Nee, niet. Ik bedoel niet uh, dat die mannen die uh, in hun twintig jaren ooit een shirtje hebben gekocht en in hun veertig jaren nog steeds nee, een shirt dragen. Die bedoel ja, het niet. Nee. Ik bedoel gewoon nette kleding uh, die ietsjes netter zit. Dus ook bij je schouders en zo. Niet dat het allemaal. Terwijl oversized nu wel weer. Ik moet zeggen, die shirts die ik laatst heb gekocht bij Unique Cloud, die ja, vind ik, vind dat ik wel je lekker. heel staan. goed staan, maar, maar dat deze, is van de mode. Maar dit hè, schat? Zit, ja, maar dit, zit, dit is niet heel wijd. Nee. Maar het zit wel netjes. Nee, ja, maar het is een ander, ander soort kledingstuk natuurlijk. Ja. Maar de mode is nu gewoon wat wijder. Ja. En ik vind dat dan ook gewoon mensen beter staan. Ja. Maar uh, ja, tien jaar terug wilden we alles uh, skinny en jeans en alles. Ja, tien jaar terug wel. En tien jaar daarvoor was het allemaal skater. Ja, dus we gaan wel mee en dan vinden we dat weer mooi en dan vinden we dat weer mooi. Dat je ziet ook allemaal van die real set, die mannen die zeggen van uh, when I stopped wearing uh, skinny jeans. <laughs> en dat ze dan opeens een grote broek aan hebben van I didn't know why uh, I don't know why I didn't do this ten years ago. En dacht ik, ja dat weet je wel. Toen was dat hip. Ja, precies. <laughs> ik, 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 moet, ja, ik moet wel zeggen, die, die, de trend van wat lossere broeken vind ik wel echt heerlijk. Ja, dat oh, oh, vind Die strakke ook, ja. broeken vond ik zo op een gegeven moment. Dan deed het gewoon bij uh, mijn haar, want ik heb natuurlijk haar mm. en dan dat, dat ging dan, zat, zat soms verkeerd in die skinny Dan had ik heel dag pijn aan mijn been. Ja, en als je het dan uit de dan het haar het haar dat haar haar zat, dat ja. verkeerd zat. Ja, dat snap ik. Ja. Uh, maar uh, als tiener was ik ook wel onzeker. Maar ik had nooit het idee van: ik kan hier iets aan laten doen. Ik zag die programma's wel, maar ik dacht, je zie eigenlijk alleen maar vrouwen. Dus ja, heel veel op vrouwen heel gericht. Heel veel vrouwen gericht. En als ik dan een man zag met een wasbord dacht, ja, ik weet gewoon dat ik daar heel veel werk voor moet doen. Daar heb ik geen zin in. Dat, misschien is dat ook wel het beeld van... dat je als man weet dat je er heel veel werk voor moet doen. En ik vroeger, als ik in magazines keek... en ik zag vrouwen met helemaal glad gestreken benen... dan dacht ik van, oh, dit is hoe je later eruit gaat zien. Dat dacht ik. Ja, precies. Ik wist niet dat dat allemaal gereduceerd was in die tijd. Nee. En nu weten we dat wel natuurlijk, dat ja. dat, dat gewoon maar niet bestaat. Toch, ook al weten we het, we zien het op Instagram, we zien het nog steeds ja, we voorbij nog komen. Steeds je hebt nog steeds van. het idee van ja. dit hebben mensen normaal. Maar als je er steeds meer over gaat nadenken, slaat het nergens op bijvoorbeeld putten in benen. Ik zag dat ook bij mezelf. En ik dacht altijd van dat is eigenlijk wel raar. Ja. En dat je nu weet van ja, dat is redelijk normaal. Tenminste, niet iedereen heeft het, maar het is wel redelijk normaal. Ja. Maar ja, als dat allemaal wordt gereduceerd en ge ja, ja dan heb je het idee dat, dat is het. Als al die poriën worden weggehaald, ja. ze kan niet eens meer ademen door de huid. Nee, mag niet zegt is echt verschrikkelijk allemaal, allemaal, gewoon. Glad. allemaal glad. Terwijl we leven in een tijd waarin het wel normaler wordt om. Ja, het wordt ook weer een soort van marketingtool extra gebruikt om juist ja, weer normaal te laten zien. Maar dat vind ik dan ook weer op het overdreven soms. Het is altijd ja, zo overdreven. Ja, het is altijd overdreven. Ik moet trouwens nu opeens denken aan dat redigeren van foto's. Dat deed ik ook altijd vroeger. Ja. En nu heb ik gewoon letterlijk geen enkele foto meer waar ik mijn echte gezicht op zie. Nee. Van die tijd. Want je gooit ook zeker het, uh, het bronmateriaal weg. Ja, Want dat nog niet bestaan. Sowieso. Ja, en dan ging ik altijd kijken van uh, op mijn computer. Van de voorse, die, 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 die ervoor en die na ging ik kijken van. Zo ja. Maar ja, dan in mijn hoofd dacht ik van. De gereduceerde zo zie ik er echt uit als ik in de spiegels. Uh, ja, 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 ja. Als ik hem in, in de spiegels zie. Ik vond het geen eerlijk beeld, die foto. <laughs> Terwijl heel veel ook met belichting zo te maken. Ja, dan deed ik altijd mijn neus, denk ik. Uh, recht? Ja, recht maken. Wat nou, ik meer? heb nu echt foto's van dat hele rechte neuzen. <laughs> En nu denk ik, heb ik, ik doe dat nu niet meer. Hè? Ik retoucheer uh, niet meer. Soms maar we moeten wel 26 foto's maken hoor. Als we een foto maken. Al moet ik zeggen. Laatste tijd vind jij gewoon een stuk relaxter erin. Soms op thumbnails doe ik nog wel eens mijn wallen photoshoppen, ja. omdat ik dan echt slecht slaap en dan denk ik van jeetje, dit kan echt niet. Nee. Nou, laatst hebben we ook een thumbnail van de podcast waar ik wel gewoon vol met wal en al zit. Was en dan, dat? dan ja, dat nee van misofonie. Ah. Als ik daar kijk, denk ik wel, pff, maar ja goed, het is nou helemaal mijn hoofd op die dag. Ja. En ik vind het ook wel ik vind nu als ik mijn Instagram zie, ik heb geen enkele foto meer die geretoucheerd is. Mm. Nou, dat ben ik er gewoon trots op mezelf. Ik moet ook wel zeggen toen wij voor het eerst keer afspraken, toen kwam ze de de met ja. en dacht Jezus van een verschil zeg. Nee, jij deed niet zo heel veel aan je foto's. Nee, alleen mee. mijn neus, echt mijn neus. Alleen doordat jij twee aan profielen hebt, is het wel bizar hoe verschillende gezichten jij hebt van de ene profiel hebt en de andere. Dat profiel. hebben heel veel vrouwen hoor. Ja, Heel echt, veel ja? mensen überhaupt. Ja? Dat heb jij ook. Ik weet niet. Ik, ik heb dat nooit zo goed. Nee. Ja, je hebt dat ook, hè? ook iedereen heeft een kant die die een voorkeur geeft. Ik weet het niet. Ik heb ja. het er nog nooit. Over Daarom is nodig. het ook zo eng als je je foto omdraait opeens, een stof? Ja, dat is wel altijd raar. Omdat je ja. gewoon hele verschillende. En dat heb je dan ook ja van de profiel natuurlijk. Ja. Maar ik moet wel zeggen als mensen, kijk, ik vind heb wel, ik vind het altijd wel jammer dat ik een mening heb over mensen die uh, veel aan botoxen doen, omdat ik het gewoon zonde vind. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja, als zij het graag willen. Ja, waarom niet eigenlijk, toch? Ik vind wel dat iedereen dat zelf moet bepalen. Maar je mag er wel. doet het hoeft ook weer vinden. niet verheerlijk. Te je mag wel vinden. Of je, je mag het wel mooier of minder mooi vinden, natuurlijk, vind, van jezelf. Vind je niet dat het ook soms een beetje verheerlijk wordt, net zoals verheerlijk, nou, ja, misschien een verkeerde woordkeuze. Maar uh, mannen die bijvoorbeeld haartransplantatie moeten doen. En dat, ze dan, dat je dan al die influencers naar nou, Turkije vind je Dat is het niet echt verheerlijk hoor. Als je het resultaat ziet. Nee, maar, Zo nee, strakke haar. Ik vind het ook niet mooi. Maar heel veel mannen vinden dat blijkbaar wel. Mooi. Ja, maar dat is een onzekerheid van mannen. Hè? Ik moet wel zeggen, over onzekerheid gesproken, dat is wel mijn onzekerheid. Ik en zeg ik het de laatste tijd daar... steeds vaker tegen je van. Ja. Oeh, mijn haar wordt wel dun aan de bovenkant. Maar ik vind dat we daar ook gewoon, uh, net zoals bij vrouwen. En dan. Er is zeg maar. Um, een, uh, een bedrijf ook denk ja ik weet niet of het ook in Nederland zit maar dat in Turkije maakt, bedoel je die? nee nee dat ja. maakt haarstukjes voor mannen yes. en dat dat dus mannen die hier al helemaal ja, kaal zijn ja, ja, waar ja, ook niks meer ingezet kan worden ze dan en doen ze zo. ja en dan zetten ze zo'n haarstukje erop ja. en dat is dan met een soort van lijm of zo ja, ja. Nou, dat ziet er allemaal heel netjes uit maar die comments dan um, die er dan onder staan is van ja dat uh, uh, dat eigenlijk ja wordt een beetje op neergekeken ja ja, ja op, toepetten wordt er sowieso een beetje neergekeken hoor er wordt, wordt erop neergekeken dat de man zich dan veel zekerder voert, voelt als hij zo'n stukje op doet. Ja, terwijl ik denk: van ja, maar ja, als diegene dat fijn vindt, ja, waarom niet? Maar je, je hebt toch ook vrouwen die uh, van alles uh, doen om, om zich zekerder te voelen. Maar dat is, oh, nou, dat is eigenlijk hetzelfde als um, wanneer een vrouw heel veel make-up draagt en die mannen dan allemaal in die comments onderzetten van Take her Swimming the First Date. Zeggen ze dat? Ja, tikkers <laughs> ja, ja, ja. ja. Sommige vrouwen is het wel zo dat als je, dat je bang bent dat uh, als je als ze bij een witte laak, als je een wit kussen hebt, dat je zegt van nou laten we maar gewoon een zwart kussen neerleggen. Ja, maar ja, als dat niet jouw ja, type jou is, dan ga je er niet mee op daten. Nee, ja. ja, vind ik ook. Ja, ik laat die meiden Je hebt natuurlijk vrouwen die die plamuren zichzelf helemaal vol. Ja, voor mij hoeft het niet, maar ja, dat als zij zich daar zeker door voelen, ja. Wie ben ik dan om daarom over te oordelen? Ja, Kijk, Je hoeft ik daar ik inderdaad zelf, niks van te vinden. Uh, nee, ja, ik denk wel bij je een een er, hele jonge meiden... denk ik soms zelfs van... Laten oh, we heel geniet nog even van je huid. Laten we heel eerlijk zijn. We vinden er altijd wel iets van. Tuurlijk, je mag Alleen gewoon... moet je er altijd vocaal over zijn... Moet je er altijd vokaal over zijn. Nee, absoluut niet. Shirt. Nee. Maar ik vind zijn... dat je er van alles van mag vinden. Kijk, ik heb ook een voorkeur van wat meer natuurlijk. Uh, um, ook bij een man vind ik het fijn als die wel om zichzelf verzorgt, maar niet in het overdreven met wenkbrauwtjes, kappen en benen scheren en zo. Dat vind ik ook, is ook niet mijn voorkeur. Ja, maar je wil wel dat ik meteen haar scheer. Ja, dat is gewoon netjes. En mijn oksel. Ook heerlijk, fris. En, het, uh, en, het bush, <laughs> en de bushcraft uh. Ja, maar het hoeft van mij allemaal niet zo gelikt, zeg maar. Nee, maar wel dat. Dat hoeft helemaal niet. Nou, schat. Is dat zo? Je hebt het wel heel vaak aangegeven een keer. Nee, het hoeft niet. Het lijkt mij gewoon lekker als man zijn als je ook geschoren bent. Alsof ik het haar voel. Het ziet er toch ook netjes uit? Nou ja, ik moet wel weer scheren. je netjes zien? Ja, het was netjes. Dat is <laughs> wel waar. Ja. Maar het hoeft allemaal niet zo gelikt met uh, um, dagcremetjes en... Um... Nee, precies. Nou, ben ik ben sowieso niet zo voorstander van cremes op je uitsmeren, maar goed. Uh, maar dat heeft mijn voorkeur gewoon niet. Maar... Tot stinken. Die dingen. Ugh. Vieze geurtjes. Ja, nou ja, goed. Maar ik zou echt online nooit van mijn leven zou ik op iemand reageren nee. met van... Uh, ik vind zo naar. Jeetje, je het denken, doe nog wat meer make-up of uh, van uh, gaat het lekker met die geschoren benen van je. Ik zou nooit reageren. Nee. Uh, überhaupt nooit. Ik vind dat iedereen gewoon echt uh, zichzelf... Uh, you do you. Nee, maar dat gewoon mag. Maar ik weet, het internet is gewoon een plek waar iedereen denkt anoniem zijn mening achter te laten. Elke rande kan daar iets zeggen. Hè? Dus ja. je hebt ook uh, Victor uh, uit uh, Heerhoegelwaard... achter uh, drie, uh, drie Hoog... Uh, die ook iets kan reageren... omdat hij zijn leven kut is... Uh, en geen vrouw misschien kan krijgen... omdat hij een uh, eikel is. En die dan gaat te reageren van... Oh, uh, die moet je mee naar het zwembad nemen. Weet je wel? je ja. hebt van dat soort mannetjes... Ge gefrustreerde mannen en vrouwen trouwens ook. Ja, maar het zijn genoeg mensen... ook die gelukkig in een relatie zitten... Hoor, die ja, ook gewoon niet kunnen laten... Mensen om te, te reageren op iemand's uiterlijk. Ik, we hebben het hier vaker over gehad en ergens f, nog steeds uh, uh, privacy-wise vind ik het niet oké, okay, maar toch zou ik het wel chill vinden als je legitimatie aan je profielen zou uh, openen. Ja, op ik, denk dat ik denk dat, we dan dat mensen stuk niks zijn dan uh, minder onaardig gaan doen over. Ja? Uh, maar goed, dus mijn grootste onzekerheid was natuurlijk mijn neus, maar uh, dat heb ik um, niet teruggehoord uh, via jouw uh, kijkers. Nee. Dus maar nu ik, heb je het wel. Want, nu heb je het Maar wel, want... nu heb ik een andere onzekerheid toch gekregen, wel doorgekregen door. Uh... Wat dan? <laughs> nee, toen werd ik attent gemaakt dat ik wel uh, een, uh, een uh, aanwezige gebit had. Yeah. En daar had ik ook nog nooit echt naar gekeken. Nee. Maar je ziet maar hoe het commentaar van mensen in het hoofd gaat zitten van. De ander. Ja. Dus je moet je daar gewoon bewust van zijn. Maar heb je er dan wat toen aan wat laten, willen laten doen? Uh, nee, dat had ik daarvoor al eens een keer... Uh, ik had dat daarvoor al eens een keer... Um, um, is dat botox of fitters? Botox, volgens mij. mij. Spierontspanners. Dit staat bij mij heel strak. Ja. Daar hebben we wel uh, meer mensen last van. Daar heb ik trouwens ja. ook het lelijke eentje. ben ik erachter gekomen dat het kon. Dat programma op RTL of ja, SBS, weet ik veel wat. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Daar was dus ook iemand die dat liet doen. Mm. En dan, dan trekt het niet zo heel erg samen, waardoor je niet zo enorm... Uh... Je hebt eigenlijk gewoon hele goede spieren daar, dat is het, toch? Ja, ik heb hele sterke spieren daar, zonder te trainen. Ja, precies. Ja, ja. Maar, <laughs> maar dat, ja, dat, dat heb ik dus een keertje laten verlammen. Dat snap ik dus niet, hè? Want je zegt, het werd no ik ben, ben daar nooit on echt onzeker over geweest. Maar je hebt het wel laten doen, dus je was wel onzeker over. Anders had je het niet laten doen, toch? Uh, dat wel, maar ik was nooit zo zeker over mijn tanden. Ik was zeker over mijn tandvlees. Oh, dat bedoel je. Ik vind mijn tanden gewoon mooi. En uh, ik vind het nog steeds mooi. Um, Werd je iets over je tanden gezegd, toch? Ja, een grote tanden heb. Oh, oké. Okay. Nou dat is toch juist mooi? Ja, ik vind het ook mooi. Als het twee van die kleine dobbelsteentjes. Maar... Uh... Dat wil je ook niet. Je hebt ook, ook soms nee. mensen die hebben van kleine maar nee, ik dit waar? maar ik was dus mijn hele leven, lag ik al zo met mijn hand voor mijn mond vanwege die gummieswaal. krijgen we veel uh, commentaar. Van die tandvlees. En als ik eet ook, wil ik dit ook, omdat ik uh, dat gewoon niet mooi vind. Je vindt het niet fijn ook om en ik u, u was dat, op etend op beeld te zijn, toch? Ja. Niet alleen daarom, maar ook omdat je het gewoon een beetje vies eruit Nee, vindt. ik vind het gewoon niet mooier uitzien bij ja. mezelf. Maar bij je jezelf? Doe ja, dan, nou, dan doe ik altijd mijn, mijn, dat deed ik in mijn tienertijd al. En dan was ik wel een beetje verloren. En dat is wel weer wat teruggekomen sinds ik op beeld kom. Omdat ik het er gewoon best wel bewust ben geworden van mijn mond. Maar in principe als jij je mond dicht hebt, dan hoef je dit toch niet te doen. Nee, ja, maar ik vind het gewoon het is gewoon een automatisme geworden. Ik doe ja. mijn hand al voor mijn mond als ik moet lachen en zo. Maar eigenlijk is het natuurlijk gewoon, uh, ja, gewoon een, een tranentrekker dit. Een Hoe zo'n een totale tr trekker? gewoon een tranentrekker? trekker. Hoezo? Ik denk niet dat Hoe mensen onzeker je je Ik denk dat niet mee dat mensen super emotioneel <laughs> zijn om jou nu, hoor, meid. Nou ja, zeg. Ik denk dat ze genoeg denken van nou, die meid heeft genoeg uh, voordelen <laughs> van dit leven, dus uh... Ja, vind ik vind nu wel, ik heb nu wel het gevoel dat ik een beetje zielig loop te doen over mijn uh, uiterlijke onzekerheden, maar dat nee, is Nee, hoezo? Niet, dat is toch gewoon een niet Niet het geval, hoort? hoor. Dat ik uh, daar nog echt dagelijks mee bezig ben. Maar ik ben er anders naar gaan kijken omdat uh, ik um, dus, dus, dus met andere woorden, neem allemaal een YouTube kanaal. Want dan... Omdat ik minder waarde ben gaan hechten aan het uiterlijk. Ja. Voordat ik bij jou in video's kom, vond ik dat allemaal heel belangrijk. Ja. En toen ik uh, in jou, ja, het heeft me een beetje ja, doen uh, laten inzien dat het uh, gaat om, om wie je bent. Ja. Ik moet dus heel erg zeggen, ik heb soms wel eens momenten dat ik dan een shot denk van, hm, ik zie je een klein beetje mijn buik of zo. Dat vind ik dan een beetje ongemakkelijk, maar de laatste tijd denk ik ook van ja, nou ja goed, Het is maar zo, in het shot uh, in die Amazing Oriental vind ik bijvoorbeeld het eerste shot ook niet helemaal lekker. Mm. Heb ik zelf gewild hoor, dat van anderen afgefilmd werd. Ja, ik zei nog tegen je van onder Ja, maar shirtje zit, zit gewoon. Net net niet dat ik denk van. Nee. Maar jij ziet het waarschijnlijk, niemand ziet dat. Ja, ze misschien zien nou, ik zat wel te denken, elke keer als je dat kleine Levi's shirtje aandoet, ik moet even een goede rode, wat grotere voor je kopen. Ja, die... Hij is gewoon een goede maat, hoor. Ja, hij is een goede maat, maar het is wel... Ga we, nee. tegenwoordig... we nu lopen bodyshamen? Nee, tegenwoordig heb je die leuke shirts die wat wijder ja, zitten. Dan zit staat je gewoon beter. Dat maakt je ook wat breder. Ik vind dat wel mooi. En uh, dan heb je dat Levi's shirt aan, puur alleen voor die rode kleur voor op de thumbnail. Ja, dat is wel echt de reden waarom ik die aan. Heb. En ik denk, ik ziet er ook niet zo fantastisch dus meer ik... uit, die kwaliteit, die kwaliteit, natuurlijk van die shirts van ook Bagger. Hoezo? Dat ding is nog vrij nieuw. Ik koop niks van Levi's. Nee, Levi's is Ja, die kwaliteit, nou, nou, kwaliteit moet zeggen. Die die al die uh, shirts van uh, Uniqlo zit ook allemaal uh, vlekken. Vlekkel. Maar dat is je eigen pakje aan, schat. Die vlekken. Ja, maar die blijven goed zitten. Maar die Levi's shirts, ik vind die broeken wel goed. Nou, die heb draag ik ook niet meer. Maar die. Sinds ik uh, Uniqlo ken. Maar die t-shirts, uh, die, die hals, die rekt ook zo snel uit. Yeah. Ja, oh, zo verschrikkelijk. Uh, ja, en dat is bij Uniqlo niet zo. Maar goed, dus dat herinner ik me even aan. Als we volgende keer bij Uniqlo zijn. Uniqlo. Uh, even kijken voor een rood shirt. Ja, maar die hebben ze niet in die kleur. Jammer. Ja. Hmm. Um, maar, maar we hadden het over dat shot, dat shot van onderaf. wat je niet zo... Ja, goed. ja dus ik vind mijn buik altijd... Ik heb altijd het idee dat ik nog dikker ben dan dat ik ben. Uh, soms heb ik dan ook in, zie ik in de spiegel denk je, eens van de papzak. En de andere keer denk ik, nou ja, op zich ik kan wel ermee door. ja ben een tijdje terug. Kijk, ik ben. Eerst was ik mijn lichtst ben ik geweest een uh, paar jaar geleden, om 56 of zo. Dat was vond ik wel een beetje te licht. Nu uh, ben ik weer iets aangekomen en dat vind ik dan toch wel jammer. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja. Nou ja. Het is wel een teken dat je in een gezonde relatie zit, schat. Ja, je komt aan in een gezonde relatie. He, ik heb me nog nooit zo op mijn gemak gevoed om gewoon alles te eten waar ik uh, zin in heb, als bij jou. Ja, ik kijk, kijk niet zo naar calorieën en zo. Nee, wij, wij zijn daar helemaal niet mee bezig. Maar dat vind ik ook uh, heel fijn aan uh, onze rela, dat we elkaar gewoon in de rela waarde laten. Rela of krela? Onze rela, oh. dat we elkaar gewoon lekker in de waarde laten. Kom leuk. Toch? Huh? Ja, dat we zeker. Ik ga gewoon naar hey. haar laten. Hey, Maar even nog, want we zijn al best wel wat aan het lullen, natuurlijk. Maar ik wil nog even over iets hebben. Ja. Die programma's hè, hebben die bijgedragen aan uh, dat we. Uh, dat men ook meer dat is gaan doen? Of denk je dat het daarvoor al met alle modellen en dat soort dingen. Uh, was? Nee, ik denk dat die programma's wel uh, wat veroorzaakt hebben. Het werd steeds makkelijker, denk ik. Het wordt, wordt ook steeds meer in het straatbeeld. FSNL, even snel naar de plaschereur. Een, ik een vind het eigenlijk nu heel verfrissend als we door de mal lopen en we zien lichamen uh, op posters, waarvan ik denk, ja, nou kan ik ook eindelijk zien hoe een BH staat bij uh, iemand die wat meer uh, borst heeft. Want het is allemaal heel, was heel slank allemaal en uh, dat vind ik ook mooi, maar het was wel allemaal heel erg. Um, je zag niet je eigen lichaamsvorm terug. Nee. In de media niet... Bij uh... uh, mannen vind ik dat nog steeds niet echt, hoor. Bij mannen Sorry. is het ook nog wel... Mag ook nog wel wat, wat meer, in hè? magazines en dat ja, soort dingen. Ja, mag ook nog dan wel dan wat meer. meer. Ietsjes. Want uh, dat is nog ook heel gespierd allemaal. Wat ja. er ook is natuurlijk. Ik zeg niet dat het moet verdwijnen. Nee, helemaal niet. Ik zeg alleen ik dat we wat meer verschillende vormen, soorten, hoofden, lichamen... Nou, ik ben wel, dat blijkt, kijk, in, in die hele trend van dat we normaler... en uh, lichaam en, en uh, acceptatie van alles... Ik ben niet met alles eens... Mm. Uh, hoe dat wordt gedaan, maar ik vind dit wel een fijn aspect ervan. Uh, Sowieso ook. Die, die modeshows shows van vroeger ook. Er werd dan ook heel expliciet gezegd in die modellenprogramma's. Size zero moest je dan zijn. En die vrouwen, die waren al heel erg smal. En dan waren ze net twee centimeter te breed in de heupen, wat gewoon letterlijk bot, bot was. Ja. Uh, en dan was het, nee, al niet geschikt. Want dan moeten we voor jou een andere maat gaan aanschaffen. En dat gaan we niet doen. Iedereen moest in die size zero passen. Echt bizar. En zo zei ik, zo heb ik al die programma's uh, gevolgd als tiener en dan maar ga allemaal je... indoctrinatie met dat jij ook dacht van ik moet dat zo en worden. Op een gegeven moment ga zijn. je gewoon denken dat groeien op en dan zie je dan heb je wat uh, wat streepjes, wat putjes, wat dingetjes, wat tartjes. Wat en dan, hangertjes. En dan denk je hè dat is dat hoort toch niet? Yeah. Is er iets mis met mij? Uh, is dat iets wat nog ver, gaat verdwijnen? Yeah. En dat ik denk dat we dat het wel fijn is de ontwikkeling van nu. Zeker. Ja. Al moet ik wel zeggen, als tiener verhulde ik, probeerde ik altijd alles in hele grote dingen te verhullen. <laughs> ik heb nooit helemaal op mijn gemak gevoeld in mijn lichaam toen hoor. Nee, maar dan voel je dat wel als tiener. Dat had ik ook niet hoor. Nee. Voel was ook ik altijd alles aan het verbergen. Ik moet zeggen, de laatste jaren dat ik me wel wat uh, op, meer op mijn gemak voel. Maar dat, dat heeft ja lullig voor de mensen die daar echt. Uh, vervelend vinden, maar toen ik, want ik ben zwaarder geweest en toen ik ben afgevallen, voelde ik me gewoon echt wel chiller in mijn lichaam. Ja, maar iedereen heeft toch ook uh, zijn eigen voorkeur waarin hij zich goed voelt. Ja, ik vond het altijd zo, benen tegen elkaar aanschuren en alles Ja, gewoon bepaalde en ongemakkelijk. Ja. Oh, ik vond het zo kut. Dus ik ben nu echt wel blij met hoe het nu is. En niet dat we er nou uh, dagelijks mee bezig zijn, maar ik denk dat het bij mij ook heel veel door intermittent vastkomt, omdat ik minder, gewoon minder ben gaan eten en beter weet wat ik kan eten. En dan, ja. eigenlijk ben je daar nooit op, op een bewuste basis mee bezig. Maar dat is toen, toen die relatie met Sas uitging, uh, be, ja, toen heb ik, ben ik gewoon af gaan vallen omdat ik gewoon geen trek had meer. Dat is niet de beste manier. Nee. Maar uh, dat en ik deed dat ik toen ook al een jaar. Mm -hmm. Dus dat heeft wel erbij aangedragen. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat ik dat wel echt fijn vind. Maar voor de rest heb ik nu wel eens dat ik denk van, ik zag dan. Een uh, paar maanden geleden een uh, grijze haar in mijn baard. Toen dacht ik, oh, dan word ik daar oh, wow. heel grijs. Cool. Dat is dat weer een ding? En, en mijn. haar. Mijn haar vind ik wel echt een ding. Ik snap nu daarom mannen ergens wel dat ze naar, naar Turkije gaan om dat te laten doen. Anderkant ook weer niet, want ik vind er niet. Ik vind er altijd als schaam eruit zien. <laughs> Nou, nou, ik heb een keer een. Okay. Nou, ik je heb ook een keer je Nou, dat is toch gewoon zo. Nee, maar ik heb ook een keer iets gezien. En dat was zo'n zo strakke haarlijn. Ja, bedoel ik. ik. denk, nou, ik zou met mijn pincet gaan staan daar hoor. Om het toch even wat natuurlijker te toch, maken. Het zit er zo niet. Nou goed, niet dat schaam, maar onnatuurlijk eruit. Maar zien, misschien maar. kunnen ze dit Nederland wel mooier. Want het is natuurlijk zou allemaal kunnen. dat die mensen naar goedkopere plekken gaan. Ja. Ik vind dat ook altijd zo raar, want dan is zo, het is toch altijd... Het is je lichaam en dan ga je naar een ander land om dat te ik het laten nooit doen. En, ook, doen nee. en dan hoor je toch die verhalen. En natuurlijk ja. gaat het waarschijnlijk ook vaak gewoon goed. En ze zullen ja. heus goede artsen hebben. Hmm. Maar er zit ook dat ik denk van ja, ik zou toch liever in Nederland laten doen. Ik zou doen. als ik ooit een neuscorrectie... Ik denk het eerlijk gezegd niet hoor. Dat wil even terzijde. Ik denk waarschijnlijk dat ik dat nooit ga doen. Uh, waarschijnlijk of nooit? Nee, ik kan nooit, nooit zeggen, Steven, dat ik ooit wel echt veel verlassen in die neus heb, ik het helemaal weer oh, ja, okay, aanpakken. Oké, okay. uh, medisch. Medisch met dat bot. Plastisch nooit. Nee, want ik denk ook zo zelf sta ik er niet meer bij stil, joh. Verschillen nu uh, onze handen, trouwens, even dan, voor de duidelijkheid. Uh, dat vind je belangrijk, hè, dat je niks uh, aan jezelf laat doen of zo. Nou, Nee, het vindt niet erg als je het doet, maar uh, bijvoorbeeld dat lamleggen van, van je, van je. Dat vond je, je weet echt weet niet dat nodig, vond je ook niet vond ik mooi, echt hè? Echt niet nodig. Nee. nee. Maar ik vind het sowieso niet echt nodig. La, maak je, laat je gewoon lekker oud uh, worden. En ja. dat is nou eenmaal wie je bent, toch? Je hoeft niet altijd maar uh, achter uh, forever 28 te zijn. Nee, maar wat ben je probeert als je, te je trouwens zeggen? ouder wordt. Want ik heb het wel, doordat mijn moeder overleden is op 51 jaar geleden, denk ik, alleen maar als je ouder wordt, het is alleen maar mooi. En laat nou, het maar gewoon lekker zien. Ja, je kunt ook wel een beetje... Bijvoorbeeld, mijn moeder heeft dus helemaal geen foto's van vroeger, omdat ze dat verschrikkelijk vindt. En nu mm. nog steeds. En ik wil er toch, ik wil daar wel anders mee gaan. Uh, um, ik wil er trouwens wel even aan toevoegen, dat als het medisch nodig is, dat ik het ook helemaal geen probleem vind, en dat mensen het ook eigenlijk. Dankjewel dat weten. je toestemming krijgt. Nee nee, nee 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 maar ook dat ik, nee maar überhaupt, ik, mij maakt niet uit, maar bij mezelf en bij mensen nee. omgeving denk ik altijd van ja, waarom? ja het is alleen maar, maar mooi toch als je vriend het niet nodig vindt. Uh, maar wat ik wilde zeggen, ik wil gewoon wat meer foto's maken en ik wil het niet allemaal plat photoshoppen zoals ik vroeger gedaan heb, want nu heb ik allemaal foto's dat dus ik denk van ja, ik weet niet eens hoe ik je keek op die foto. Precies. Het is dus gewoon walgelijk. Walgelijk. walgelijk maar is het snackje van de week ook zo walgelijk? Dat weet ik niet, want ik weet niet welk het is. Ik je... weet niet wat jij nu gaat laten zien. Daar hebben we hem nog? Hoe kom jij daar? Oh, die heb je daar van die staaf. Ik had hem nu al op willen vereten. Wat is dit dan? Wat zie je dan? Dit is de Milka Tuk. De Milka Tuk? Maar wel de echte Tuk. Want ja. ik heb het idee dat ze ooit een Tuk hebben gehad die niet zou. Deze van. was. Ah jongens, echt, deze kan bij de, de normal halen. Echt, ik zou ervoor omrijden. Echt, Normal, zo Normal, Normal is ook zo'n leuke winkel. Misschien is Normal wel de snack van de week. Nee, hoor. Oh, ja, nou. Maar Normal, ja, ja echt wel. serieus. Normal ik vind dat echt de drooghisterij wel? die ik ook in de buurt wil hebben. De drooghisterij van de toekomst. Ja, echt de drooghisterij <laughs> van de toekomst. <laughs> en wat ik wel leuk vind is dat ze daar gewoon... Ze hebben daar allemaal zooi liggen natuurlijk... Uh, qua maar het is een nette versie van Kruidvat eigenlijk. Ja, een nette versie van Kruidvat, maar ik vind de, de vormgeving. We houden heel erg van cartoon, cartoonachtige vormgeving. Ja, en zo. het is schattig. Dus het is gewoon leuk. En ze hebben allemaal rare eetdingetjes. En ze hebben uh, redelijk geprijsde dingen ook. Ik vind het wel op zich wel een nette geprijs, Want bijvoorbeeld voor die Scrub Daddy's betaal je daar 3,50, terwijl je bij je Vibra 4,99 euro betaalt, dacht ik zelfs. Mm -hmm. Scrub Daddy. Scrub Daddy. Um, nee, ik vind het een leuke, leuke drogist. Inderdaad. Ja, maar de truc: morgen dus op mijn kanaal komt een Milka-proeverij. Yeah. Als het lukt met editen. Tuurlijk. Um, wel. Geweldig. Um, we hebben een teerlist gemaakt voor het eerst. Vonden we geweldig om te doen. Dat is wel wel echt, uh, echt een toevoeging. Gaan we hem uh, nog een keer doen? Ja, licht eraan. Als de kijkers het leuk vinden. Tuurlijk. schap ik het weer. Als moet je dat donutsysteem weer terugbrengen? Nee, maar het donutsysteem komt ook wel. Ja, ja, gewoon. Ik vind zo'n zo soort zo'n soort lijst maken eigenlijk met bijvoorbeeld als we pinda proeven en zo is eigenlijk logischer. Want je kan het ook nog als plaatje even. Effe... Ja, maar dat kan die een kaas pas splint. Zwaar. Dat kan niet. Ik zeg, ja, dat kan wel, want dan kan uh, iemand. Ja, maar dat is niet leuk. Dan kunnen wij die teerles niet zien. Nee, is wel waar. Doe maar teers. gewoon met dingen. Vonden we gewoon... vooral de, de, heel leuk om de teers te bedenken. Stel je voor dat we ooit nog iets van een bepaalde serie, als in nu van de Milka dan... Als, we kunnen ook bijvoorbeeld alle Milka koekjes testen. Zijn die er zoveel dan? Ja, je hebt heel veel verschillende milkakoekjes. Ja, we kunnen wel allemaal dingen... Ja, dat is wel leuk. Ik had ook van die Tonys een tierlist kunnen maken. Ja, met Tonys vind ik een... Nee, die heb ik al gedaan, schat. Ben Jerry's is alles vanzelf dezelfde, 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 dezelfde. Ben Jerry's tierlist zou wel leuk zijn ja, maar dat is allemaal gewoon vanille, ja, chocola, 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 vanille. ja precies, dat is ook zo. en dan komt er ineens een honeybam. Uh, bam, uh, dat is hetzelfde als daar. die uh, donuts van Dunkin Donuts ook allemaal Nutella Nutella. hoe kan het trouwens zijn dat we ineens uh, veel langere podcasts hebben? ja, maar je moet het even uh, korter knippen. ik niet knort knippen. niet, niet te knippen. nee, dat kost me veel te veel tijd, gek. En oh. mensen vinden het ook leuk om te luisteren. Ja. maar dus, uh, de, de, we hadden even een stukje tussendoor dat er iemand aan het lullen was buiten. ja, dat was een minuut. oh, de de de, 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 de. rustig. De snack van de week was dus de Milka. Ja, ga Turk. hem even, maar sowieso is je normaal. Ik kan in hem buurt trouwens zijn. winnen morgen. Dus uh, mocht je hem willen, dan kan je hem winnen. Wat vind jij nou van uh, dat er zo weinig normals zijn in de wereld? Ja, vind ik niet normaal. Ja, vind ik echt niet normaal. Vorige week had ik dus gezegd dat we uh, uh, vorige week had ik gezegd dat we bij Bol.com uh, stickers erbij zouden doen. Nou, hebben we ik er twee al verstuurd waar ik dat bij ben vergeten. Dus oh. De mensen die dat hebben gedaan, mail ons. info.vetgezellig.nl. We kunnen wel zien aan. wie het was. Want die BC stickers verder moeten ja. verkopen. Want, nee, ik, ik heb gewoon de namen, maar ik weet niet zeker of ze dan via bol.com zelf komen of echt via de podcast. Uh, dus mail me dan even. Uh, het spel is te koop via ons website. En we gaan binnenkort trouwens, een ad-campagne doen via social media. Ja, dus als je ons Prachtig heel eerst... veel voorbij ziet komen dan. Uh... Ja, heel veel, voor 50 euro zal je niet zo heel vaak voorbij komen, maar het kan. Nou ja, ik ga soms wel eens. Uh... Nee? Kleine bedrijf is ook helemaal kapot gestart. Ja. Mocht je hem nog niet besteld hebben, jongens, echt. Euh, doe je doe, doe iemand anders een plezier mee, doe jezelf een plezier mee. We krijgen zo vaak leuke responses ervan: we hebben zelfs een junior editie voor je kind. Geweldig. Voor je kind. Ja, maar doe je wel Voor je kat. Nou, misschien kunnen we dat wel doen. Voor je autist. Mou, mouw, mouw. Toch? Mocht voor je een autist in de omgeving. persoonlijke hebben? autist in de, in de familie? <laughs> Maar uh, jij gaat mij een vraag stellen, zie ik al. Je bent alle kaartjes aan het doorspitten. Ja, ik denk, uh, ik ga dat eventjes wat meer, uh, zodat jij echt een real heart felt. Uh. Ja, dat ik even een moment heb, een moment. Ja. Oké, okay, ik ga eventjes kijken hoor. Zeg het eens. Wat is het grootste verschil tussen je ideale zelf en je huidige zelf? Is dit een vraag uit ons spel? Vind je dat niet prachtig? Nog een keer de vraag. Wat is het grootste verschil tussen je ideale zelf en je huidige zelf? Ideaal zijn we in mijn huidige zelf. 10 kilo minder. Nee. Geintje. Um, iets zelfstandiger. Iets gestructureerder. Ja. Um, gevulde portemonnee. Ge gevulde portemonnee en <laughs> uh, gevulde broek. <laughs> en. Um, nee, uh, wat wilde ik nou zeggen? Uh, iets zelfverzekerder misschien nog wel. Ja. Dan moet ik zeggen dat het wel meevalt de laatste tijd. Ja. ik had nog iets kut, ik weet het even niet meer weet jij het? wat jij wat, wat heb jij wat is uh, het verschil bij jou nee, bij jou bij mij mm, ik zou dingen nog wat sneller los willen kunnen laten mm -hmm. oh ik wil iets um, uh, 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 proberen iets meer naar het positieve dan het negatieve te gaan in mijn hoofd dat ook ja ja um, want ik ben er pas uh, uh, niet zo lang achter gekomen dat het niet per se is van dat je Kijk, ik, ik heb soms als iemand wat lelijk tegen mij zegt... oh is het van, mevrouw, u mag daar niet lopen. Dan <laughs> mevrouw, raak, u mag daar niet lopen. Dan raak ik al helemaal zo van, oh Geplift, shit, ik heb het ja. verkeerd gedaan. Ja. En dan, dan zit ik daar de hele tijd mee. Maar het is niet een kwestie van dat je niet meer reageert op, dat ge, uh, op wat iemand zegt... Mm -hmm. als in, uh, met je gevoelens. Uh, maar het is een kwestie van dat je het sneller los kan laten. Ja. Eerder loslaten. Ja, want groeien. ik heb vaak zo'n gevoel van... oh, ik mag hier niet op reageren. Want uh, wie, wie van dertig voelt zich nou nog kut... omdat iemand zegt dat je daar niet mag lopen? Nou, ik denk dat er heel veel mensen zijn die zich nog kut voelen. Ja, maar dat gevoel heb ik dan heel lang gehad... van er is iets mis met mij, want ik voel me nog altijd kut... om de zulligste dingen als het tegen me gezegd Ja, precies. Maar het is een kwestie van... je laat het eerder los, dan denk je van... oh, nou, ik mocht daar niet lopen. Nou, even kut, verder. Weer een mooi onderdeel van ons boek toe. Ja, het is Nog? niet een. Uh, het is loslaten. Het is niet. Uh, ik, uh, uh, ik mag die dingen niet meer voelen. Nee, klopt. Ja. Ja. Mooi. Prachtig, mooi ja. afsluitertje. Mocht je nou uh, hebben geluisterd en denken van dit vond ik heel erg leuk, doe ermee wat je wil.